Thomas Vaar en Pieter Nel is een nieuwjaarsconferentie over Almelo. Die wordt elk jaar uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de historische kring Almelo. Maar wat doet die historische kring verder? In onze statuten staan eigenlijk twee belangrijke dingen, namelijk het bevorderen van kennis over zaken van historisch belang in de stad Almelo. En de tweede doelstelling is eigenlijk ook het beschermen, het bijdragen aan het beschermen van zaken die historische betekenis hebben gehad, of objecten die historische betekenis hebben gehad. En dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste doelen van de Stichting Historische Kring Stad en Ambt Almelo. Dat doen we op meerdere fronten, meerdere manieren kan ik beter zeggen. De lezingen die zijn daar inderdaad heel erg belangrijk in, 4 tot 5 lezingen per jaar. We geven het blad uit, Stad en Ambt. We zijn ook verantwoordelijk voor het historisch informatiepunt, wat gevestigd is in de bibliotheek van Almelo. En daarnaast proberen we ook op andere manieren dingen te organiseren, waardoor de aandacht voor historisch erfgoed in de stad gaat groeien. Maar ook heel belangrijk is het deelnemen als Stichting Historische Kring aan het platform Cultureel Erfgoed Almelo, wat in 2019 is opgericht om de erfgoednota, zichtbaar verleden, mede handen en voeten te geven. En wat ook nogal een belangrijk project op dit moment is, de stadspoort, het terugbrengen in een gevisualiseerde vorm van de 2 voormalige stadspoorten in de Grote Straat. Nou, dat is even een greep uit de activiteiten. En daarnaast hebben we ook nog een prachtig mooie website die ook professioneel wordt gerund door een van onze bestuursleden. Normaal hebben we elk jaar de tweede woensdag in januari onze nieuwjaarsbijeenkomst, die we ook wel de kuieravond noemen. En een onderdeel van deze avond is de conferentie van Thomas Vaar en Pieter Nel, die geschreven is al 12 jaar lang door Wim van der Elst. Het is een samenspraak van een oudere man en een oudere dame die het jaar wat net voorbij is dan gezamenlijk doornemen en dan op rijm. Maar de boodschap zat in de laatste zin. Boeven komen er niet meer in. En als ze komen, ook geen nood, we zetten gewoon het licht op rood. Ben je er het hele jaar mee bezig? Nee, absoluut niet. Ik doe dit al een jaar of 12 vanaf het begin. En het staat eigenlijk in een dag of 2, 3 op papier. Dankzij de medewerking die ik krijg van de mensen van de historische kring. Die sturen me een rijtje onderwerpen wat zich allemaal gepasseerd heeft in de stad. En ook in de vereniging zelf, in de stichting. En daar heb ik dan een dag of 2, 3 de tijd voor om dat op papier te zetten. Ik had dit jaar het geluk een tegenlezer te hebben. Want je kan wel veel opschrijven. Maar het moet ook duidelijk zijn voor een buitenstaander. Dus ik heb die teksten nog even toegestuurd naar de vorige Thomas Vaar, Henk Seigers, die woont nu in Scheveningen. En die heeft er wat kanttekeningen bij geplaatst, want die staat natuurlijk ook op wat afstand. En nou, daar hebben we ook dankbaar gebruik van gemaakt. En zo komt zoiets tot stand. De normale gang van zaken is dat we de tweede woensdag in januari een heel erg leuke en druk bezochte bijeenkomst hebben met een receptie, met de conferentie van Thomas Vaar en Pieter Nel. Ja, door deze omstandigheden kon dat uiteraard niet doorgaan. Dus toen was het of alles afgelasten of een andere vorm zoeken. En gelukkig konden we met heel prettig contact met A-visie tot deze digitale vorm komen. Woensdagavond 20 januari gaat de nieuwjaarsconferentie over Almelo in 2020 in première. Om 8 uur 's avonds via YouTube op de website van de Historische Kring. En vanaf 8:30 die avond is het ook te zien via het tv-kanaal van A-visie.